Welkom in mijn slagerij. Ik heb hier de buffet. Echt een stuk vlees voor liefhebbers. Deze buffet zit in de vang, in de buikwand van de koe. Het is echt werkvlees met een grove structuur en een krachtige smaak. Ondanks de wat grove structuur is deze buffet van Enkers runderen uit Australië erg mals. En door de marmering in het vlees is het uitstekend geschikt om op de barbecue te grillen op hoog vuur. Na het grillen even goed laten rusten om vervolgens te snijden kort op de draad in dunne plakken. We zijn weer te gast bij het prachtige Park Broekhuizen en achter mij in dat landgoed is sterrenrestaurant Voltaire gevestigd. En dank dat we hier mochten filmen. Dit, appel toch, zou je zeggen? Nee, het is een peer. Een peer die zich vermomd heeft als een appel. Dit is een nashi-peer, een Koreaanse peer noemen ze hem ook wel. En die peer is prima om zo op te eten, best lekker. Maar die worden in de Koreaanse keuken vooral veel gebruikt om vlees te marineren. Want in die peer zit een enzym. En dat enzym zorgt ervoor dat eiwitten worden afgebroken. Zo'n peer kun je kopen. Die heb je nodig voor bulgogi, wat we gaan maken. Die kun je kopen bij Koreaanse winkels, misschien bij andere Aziatische winkels of bij de groothandel. Als je hem nou niet kan vinden, kun je hem vervangen door kiwi. Daar zit ook zo'n enzym in dat eiwitten afbreekt. En dat is heel essentieel voor dit gerecht. Ik ga beginnen met het maken van een marinade. En daar heb ik een halve nashi-peer voor nodig. En die gaat in blokjes, ik schil hem niet, want dat heeft helemaal geen extra waarde. Gewoon in mijn machientje. Daar voeg ik aan toe een vingerkootje gember, verse gember. Maar liefst 5 tenen knoflook. Die Koreanen zijn dol op knoflook. Een ui, grof gehakt. En dan bij dat spulletje. En dan ga ik hem eerst maar eens mooi malen. Keurig. Zo, knoflook, gember, nashi, peer, ei, allemaal één prutje geworden. En dan gaat nog het een en ander bij. 3 eetlepels Japanse sojasaus. Gebruik geen kikkoman voor je bulgogi. Die is echt heel, heel zout en niet zo lekker. 3 eetlepels, ongeveer, mag ietsje meer zijn. Sojasaus, ook 3 eetlepels sesamolie, ga erbij. Die mag je ook best wat royaler nemen, want daar wordt het alleen maar nog lekkerder van. 3 eetlepels ongeveer en een beetje. Zo. En dan gaat daarbij bruine suiker. Dit is een zoet gerecht, maar het is niet mierzoet hoor. Dit is in de marinade. Ja, geeft dat aangename zoetje, maar het is niet zo dat het vlees straks net snoepgoed is. Helemaal niet. Het is heel subtiel zoet en super lekker. Basis voor mijn marinade. Er komt nog één dingetje bij. Lente-ui. Gewoon in ringetjes snijden. Bij de marinade. Zo. En dan gaan we verder met het vlees. Bulgogi wordt vaak gemaakt van ossehaas. Van rib-eye. Is eigenlijk lekkerder. Meer vet, meer smaak. Maar ik heb gekozen vandaag voor bavet. En die bavet heb ik eventjes een uurtje in de vriezer gehad, zodat die net wat harder is en daardoor veel beter te snijden. Want bulgogi is heel dun gesneden vlees, gemarineerd en daarna op de barbecue gegrild. En om dat vlees goed te kunnen snijden, ja, is dat fijn als dat een beetje bevroren is. Dan kun je namelijk heel makkelijk mooie dunne plakjes snijden. Ik snij hem even door midden. Dit stuk even aan de kant. Waarom doe ik dat? Bavet is werkvlees. En werkvlees, dat heeft een hele lange draad. Als je dat vlees snijdt, moet je dwars op de draad snijden. Dit zie je, ja. Die draad, hè, die loopt in die richting. Snij je nou met die draad mee, dan heb je allemaal hele lange spiervezels in je mond. En dat koudt niet lekker. Door zo te snijden, maak je die spiervezels veel meer kapot. En wordt dat vlees veel malser. Nou, als ik hem aan elkaar laat zitten, dan krijg ik repen van 30 centimeter, dus dat doe ik niet. Ik snij op die manier
tegen de draad, dwars op de draad, snijdt er mooie reepjes van. Kijk, dit is wat je wil hebben. Nou, en zo die hele bavette. De bavette helemaal in reepjes gesneden, laatste stukjes nog. En nu gaat hij in de marinade. En dan gaat hij ja, een uur of twee, laat ik hem zeker staan. Beter is een hele nacht hoor, dan krijgt hij nog veel meer smaak. En nou ja, het is gewoon even geduld hebben dan. Nou, dit vlees is heerlijk ingewreven met die marinade. En ja, nu gaan we hem wegzetten. Dan ga ik mijn handjes wassen, mijn plankje wassen. En over een uurtje of drie gaan we verder. En dan gaan we die heerlijke bulgogi afgrillen op de barbecue. Met allemaal lekkere dingen erbij. Dit vlees heeft een hele tijd in de marinade gestaan. Mijn bavette, mijn bulgogi. En ja, dat ga ik grillen op de barbecue. Die is 250 graden. Directe hitte. En het maakt helemaal niet uit welk rooster erin ligt. Want ik ga die bulgogi op een ja, barbecue schaaltje met gaatjes erin leggen. Zodat het vocht wat in die marinade zit weg kan sijpelen. En daardoor begint het te bruinen. Als je dat ja, een dichte schaal, dan gaat het alleen maar sudderen. Dus schaaltje op de barbecue. Op het rooster. En bulgogi erin. Bulgogi, hoe eet je dat eigenlijk? De moderne manier, dat is een hamburger. In Korea zijn bulgogi burgers zeer populair. Zelfs bij de McDonald's kun je bulgogi burgers kopen. Die zijn ook heel erg lekker. De traditionele manier, en dat ga ik nou doen, want dat vind ik leuker, is in een blaadje sla. Ze maken er eigenlijk een soort wrap van. Een blaadje sla, dan wat vlees erin. En daar komt dan een saus overheen die ik zo meteen ga maken. En daar maak je een pakketje van, opvouwen in je mond. Bulgogi, heb je daar straks gezien, is helemaal niet heet. Er zit niks pittigs in. Maar die pit die voegen ze eraan toe met de saus. En dit is een rode peperpasta. En die heet gochujang. En dit is een pasta van gefermenteerde sojabonen. Gochujang, zeg ik dat goed? Dacht het wel. Een lepel daarvan erbij. Dan honing. Ook een eetlepel ongeveer. Sesamolie. Overal sesamolie in, hè? Die Koreanen. Super lekker. Sesamolie. En wat rauwe prei. Gesnipperd. Zo. Dat door elkaar roeren. Hoe meer van deze vriend. Hè, die rode peperpasta. Hoe heter die saus natuurlijk. Dit onder elkaar maken. Dat is je saus. En als je het precies wil weten. Dit noemen ze sam. Sla. En dit is de saus Samyang, als ik het goed zeg. Google dat maar even. Onder elkaar roeren en klaar is die sausje. Wegzetten. Even kijken hoe ver dat vlees is. De barbecue is nog steeds 250 graden. En dit heeft natuurlijk, ja, wat ik zei, zoveel vocht van die marinade. Dat begint niet meteen te schoeien. Dus dat heeft wel heel even nodig. Maar je moet het natuurlijk niet te gaar laten worden. Bavette is super lekker als het medium rare is, maar als dat te ver ja, doorgegrild is, dan is het lekkerste er echt vanaf. Alleen ja, hoe ga je die kerntemperatuur meten met dat hele dunne vlees? Ik zeg altijd meten, 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 gebruik je kerntemperatuur. Ja, lastig met die dunne plakjes, dus proeven, proeven, proeven. Je moet proeven om te zien of het goed is en het dan snel eraf halen en niet langer laten doorgaren. Nog heel even een klepje dicht, zo klaar. Ik zei proeven, proeven, proeven. Dus dat ga ik zelf zeker ook doen. Een stukje bulgogi. Even kijken hoe ver het is. Eraf. Bulgogi, op zijn Koreaans. Slablaadje, stukje vlees, wat prei, wat ja, lente-ui, saus. Zoveel als je zelf maar wil en verdragen kan. Een paar sesamzaadjes, nog geroosterd.
En een heel klein druppeltje sesamolie. Dat is het verhaal. En dichtvouwen, pakketje van maken. En hup, in je mond stoppen.